Ik wil graag wat gele Pikmin. Ik wil graag wat gele Pikmin. Ik wil graag wat gele Pikmin. Mag ik ze alsjeblieft snel? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering. Kan nog niet eens spreken, zo erg is het. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. In de vorige aflevering zijn wij in Awakening Wood. Hebben we twee caves daar gehaald: The Hole of Beast en de White Flower Garden. Helaas hebben we daar nog een treasure liggen die we niet konden pakken. Helaas, dus die moeten we nu helaas gaan pakken. In Awakening Wood is nu niet echt veel te doen, maar er zijn nog wel wat dingen die we kunnen doen eventueel. En dat is altijd gunstig. Dus we gaan toch deze aflevering in de Awakening Wood. We maken er een hele dag van. We kunnen even onze rode nummertjes eventjes wat uitbreiden. We kunnen nog extra potions krijgen. En het schip heeft wat te zeggen. Jullie hadden gezegd dat de robotstem een beetje op de viesstem leek. Dus om een beetje reference erin te gooien, ga ik een beetje hier de viesstem in gooien. Master, the white Pikmin are safe daylight in my hall. Nou, dat is geweldig. Fijn om te horen. It provided most comfortable quarters for white and purple Pikmin alike. Nou, dat is heel erg fijn. You can get tutorials. Hou ik niet van. We zijn al ondertussen in dag 4. Dan hebben we geen tutorial meer nodig. Nou, omdat we dus nu meer dan één club Pikmin bij ons hebben, kunnen we dus al onze paarse en al onze witte sowieso meenemen. En kunnen we dus eventjes gaan focussen op de nummers van rood eventjes wat extra uit te breiden. Dat is altijd gunstig. Nou, even over de witte en de paarse Pikmin. Ondanks dat we bovengrond zitten, is het hier niet mogelijk om paarse en witte Pikmin te breeden. Dit heeft te maken met witte en paarse kun je alleen maar vinden in caves door andere Pikmin, zeg maar, via de Candy Buds. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg nou. Zeg maar zo de Pikmin te geven. Dus dat is de enige manier om aan paarse en witte Pikmin te komen. Nou, als we nou... Oh, de treasure is zelfs gerespawn, zo erg is het. Ah, ik dacht dat ik nou een beetje... Misschien een mazzeltje had of zo. Oké, we gooien eventjes een paar paarse op. We gooien er ook even een paar rode op. Ik zei, we gooien er even een paar rode op. Nog één paarse dan. Jongen. Dat is maar even een beetje opschiet. Nou willen we wel uitkijken dat er niet vijanden gerespawnd zijn. Normaal gesproken hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Trouwens, als je een cave gedaan hebt, is hier een rood vlaggetje. Hartstikke leuk. Maar als je dezelfde dag, een dag daarna gelijk weer dezelfde wereld ingaat, dan zullen de meeste vijanden niet respawnen. Dus dat is altijd wel een voordeel. Nou, als we weer terugkomen, dan zien we dus gelijk dat we eventjes onze witte Pikmin eventjes kunnen gebruiken om dit even verder af te maken. Dan is dat alvast zeg maar naar beneden toe en hoeven we daar geen zorgen over te maken. Deze Pikmin kunnen heel eventjes hier wachten. Louie gaat heel eventjes terug naar de basis toe. En dan kunnen we de Pikmin die we gebruikt hebben om de halve globe zeg maar op te halen. Kunnen we dan mooi gebruiken om hier de berries te farmen. Dit is een nieuwe vijand trouwens hier. Deze vijanden die vinden het leuk om de berries op te vreten. Ze zijn harmless tegen Pikmin, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar ze zijn wel heel erg vervelend op het moment dat ze dus alle berries opeten, want we willen meer potions hebben. Goed. Nou, eventjes kijken. Hoe ver zijn jullie al met de treasure? Want ik zit heel eventjes... Ah, daar zijn jullie. Hallo. Oh, wat zijn jullie langzaam. Nou, dat duurt nog wel heel eventjes. Dus, ja, het nadeel is... er valt weinig nu te doen, aangezien dat de anderen die zijn met de muur bezig. En deze die... Ja, die staan ondertussen de treasure naar het schip toe te brengen. Dus we moeten heel eventjes wachten. Dus ondertussen kan ik heel even deze palletpoties even alvast halen. Dan kunnen we daar onze rode nummers eventjes opvolgen. Dus ja, jullie kunnen even hier wachten. Hoe ver ben jij? Shit, nou daar is op man. Duurt mij te lang. Ja, hierboven kunnen we op het moment nog maar heel weinig doen. Er zit hier weer zo'n andere vijand. Maar als we hier naar boven lopen, kunnen we alvast deze cutscene zien. En daar zien wij de blauwe Pikmin. Blauwe Pikmin kunnen onder water lopen en onder water ademen. Dus dat is al helemaal geniaal. Ik denk, ja, zal nog maar even alvast die te laten zien. Look there, master. Wild blue Pikmin are chased and prey near the water edge. Perhaps we are observing the field specimens, we can understand more about their true nature. I apologize, I was momentarily entranced by them. Now, back to work. Dan maak ik zelf al uit. Navi, robotbeest. En jij mij niet raken, dat mag niet. Daar heb ik het ook helemaal nog niet over gehad. Je kapiteinen hebben zeg maar een health bar. Iedere kapitein heeft zijn eigen health bar. En als ze dus schade nemen, dan zal dat van de groene cirkel afgaan. Op het moment dat je geen health meer hebt, als één van de kapiteinen zeg maar neer is, dan... Volgens mij moest je alles met één kapitein doen of hij gaat gelijk naar het einde van de dag. Dus daar wil je wel een beetje voorzichtig voor zijn. Hoe zijn jullie dan? Shit, nou toch eens op. Er is namelijk nog één ding wat we hier kunnen doen. Hallo. Goed zo. Werd een keer tijd. Sowieso krijgen we hier dus ook weer munies voor. Dat alleen, dat er ook nog eens een keer bovenop. Maar het zorgt ook nog eens een keer voor een extra locatie op de worldmap waar we nou van kunnen genieten. Geographic Projection. Projection! Die was voor jou, Leroy. Master, the hemisphere also contains a hidden microchip. I will attempt to decrypt the stored data. Ja, doe dan iets. Doe iets nuttigs. The coding complete. As I submerge, this chip contains additional topographic data. Goh. The data has been inputted in my database. I shall name it the survey chart. Als dat je vrolijk maakt, prima. En ondertussen hebben we dus 30% van de debt, of ja, van de schuld die we hebben. Die hebben we ondertussen al hersteld. Nou, als wij hier nou heel eventjes doorlopen. Ja, we hebben hier nog een paar van die female sheriffs. Ga even fietsen. Die zijn hier, zoals ik al zei, die kunnen ons geen schade doen. Maar als ik me niet vergis, zit hier ook nog een Flint Beetle. Ja, Flint Beetles, die kunnen we dus zeg maar omflippen. En dan zullen ze pellets kunnen droppen. Ze kunnen honing droppen. En ze kunnen zelfs ook potions droppen. En dat heeft hij daar net gedaan. Nou, dan kunnen we dus mooi dadelijk die potion glitch mee doen. Dat is heel erg handig. En ondertussen, rood, gaan jullie heel eventjes aan die pallets werken. Ga maar terug naar basis toe. Doe er iets leuks mee. Jij daarheen, jij daarheen, jij daarheen. Nou, de paarsen die kunnen dus ook wel de pallets oppakken en terug naar een onion brengen. Maar in dit geval zou het dus automatisch naar rood gaan. Mochten we nou andere Pikmin hebben, Pikmin kleuren, dan zou dat automatisch richting... ja, dan zou dat automatisch zeg maar richting een random kleur gaan. Dus we hebben de blauwe gezien. Mochten we de blauwe kunnen gebruiken, dan zou dat dus zeg maar zo geplaatst kunnen worden. Goed, we willen alle Pikmin hier heel even op de ledge gooien. Even allemaal. Oh. Als jullie daarheen willen, prima. Oké, ik wil die blauwe eigenlijk houden. Die blauwe, maar nou, die paarse. Hebben we nou nog alleen de paarse? Mooi. Want de paarse die heeft het gewicht zeg maar van 10. Ik weet niet hoe dat daar gebeurde, maar oké, prima, het is gebeurd. En als we dan hier zeg maar boven staan, dan kunnen we deze kapitein heel eventjes gebruiken om hier deze treasure mee te nemen. Dan gooi ik even alle witte op. Nog een witte. Volgens mij hebben ze de 15 nodig, dus... Ja. Nou, en die witte die hebben we dadelijk dus ook nog nodig. Maar hier vinden we dus iets totaal nieuws. Hier vinden wij paarse berries. En paarse berries zijn dus nodig voor een paarse potion die we zouden kunnen maken. Wat de paarse potion doet, zal ik jullie dadelijk ook zeker laten zien. Nou, ondertussen dat hun daarmee bezig zijn, komt daar de treasure al gelijk aan. Want zoals jullie weten, witte Pikmin die zijn de snelste van de soorten die we dus hebben. Geweldig. Chance Totem. Vind ik wel een leuke naam voor de dobbelsteen. Ach, weer 100 poko's erbij, dus dat is alleen maar gunstig. Ondertussen dat we dus zeg maar met die berries bezig zijn. Hoe ver zijn jullie met de berries? Jullie staan hier nog niks te doen. Mooi. Lekker even niks doen. Dan zit er hier nog een secret verborgen. Daar heb ik eigenlijk mijn witte Pikmin. Heb ik die bij me? Ja, die heb ik bij me. Oh. De eerste berry moet natuurlijk een tutorial krijgen, want dat is zo gepland met de developers, denk ik. Astounding! The wild purple berry contains an alphabet's essence. Geweldig. It does not appear to have any momentary value, but I shall resource potential uses for it. Bring me more specimens! Hij is nogal een beetje demanding als je het mij vraagt hoor. Serieus, wat een zagrijnige vent. Goed. Wat we hierboven willen doen is, je ziet dat hier de treasure meter enorm tekeer gaat, maar we zien geen treasure liggen. Dit heeft te maken tot er ergens hier een buried treasure ligt. De buried treasure die we... Oh, daar kan een potion in zitten. Kom op. Raak hem. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Nee, nectar. Nou, nectar hebben we op het moment niet echt nodig. Dat is wel jammer dat er een nectar in zat. Maar goed, maakt niet uit. Even kijken. We willen onze witte daar bovenop gooien. Want daar zit dus een secret in. Tenminste, als ik me niet vergis. Eventjes daar de witte op gooien. En dan beginnen ze al gelijk te graven. Nou, de rode die helpen automatisch mee op het moment dat ze erbij kunnen. En de rest die mag even met ons verder mee, want ja, daar hebben we anders verder nog niks aan. We zitten pas op de helft van de dag, jeez. Hoe zitten we met de berries? Jongens, jullie staan te niks, hè. Breng berries. Over berries gesproken, ik denk dat ik hun eventjes op de rode berries zet. Want hoe meer rode potions we hebben, des te beter. Nu hebben we ze nog niet echt hard nodig, want daar hebben ze ook nog niet gebruikt. Maar op het moment dat we ze willen gebruiken... Oké, we hebben een treasure gevonden. Wil je ze meer dan genoeg hebben. Dus dat is wel handig. 55 poko's. Pilgrim Ball. Leuk. Maar ja, die zat dus daar zeg maar verborgen. Nou, ondertussen gooi je dus zeg maar de Pikmin, die gooien die beesten zeg maar gelijk uit de struiken. En op dat moment kunnen we ze dus uitschakelen. Eentje is hem gesmeerd. Nou, maakt niet uit. Gaan jullie daar even aan werken. Jullie ook. Niet land te planten. Dat mag ik alleen. Ik bedoel, ik ben jullie kapitein. Ik heb daar de rechten voor, denk ik. Weet ik veel. Maar goed, we hebben genoeg purple berries verzameld. En dan gaat ons schip ons gelijk overbreken. Captain Alomar, master. I have complicated my research on the purple berries you discovered. Nou, dat is wel geweldig. Behold the ultra bitter spray. It's untested, but I believe it will be highly effective. Approach enemies and press 1 to spray them. When necessary, I can produce 1 bottle of spray from 10 berries. Ja, hetzelfde verhaal als met de rode. Nou, wat de persie... Nee, wat de paarse berry eigenlijk doet is... de paarse berry die zorgt ervoor... ja, jullie kunnen eventjes die berries even meenemen. De paarse spray die zorgt ervoor op het moment dat je hem gebruikt... Weet je maar, breng die even terug naar basis, joh. Op het moment dat je de paarse berry gebruikt. Goed zo, de paarse spray. Wil dat natuurlijk zeggen tot er weer een extra effect plaats kan vinden. Niet met je Pikmin, maar tegen de vijand dit keer. De vijand die zal verstenen kan totaal niet bewegen. En als je de vijand zeg maar verslaat terwijl dat hij in zijn paarse vorm zit. Of in zijn versteende vorm zit. Kan er heel veel nectar uitkomen. Dus zeker handig om die ook wel te hebben. En die is zeker handig om tegen sterke vijanden neer te gooien. En die beest... Hij durfde, probeerde... Ja. Oké, nou we hebben hier ook weer even een paar berries. Gewoon even doen. Het is het enige wat we op het moment kunnen doen. Maar ja... Het heeft wel zijn uses, laten we het zo zeggen. Dus, oké, hebben we nog iets wat de andere Pikmin eventueel zouden kunnen doen? Want we hebben daar dus ook een hele Pikmin squad staan. Want ja, het nadeel is... Als je eenmaal, zeg maar, die dinges hebt... Er is verder hier niks meer te doen. Totdat we weer andere kleuren Pikmin krijgen. Oké, nou, jullie pakken het automatisch mee. Dus ja, het is eigenlijk alleen nog maar een beetje... Ja, farmen. Dus, nou, laten we eventjes kijken of er nog één purple... oh ja, die paarse die staat daar nog achter te wachten. Daar gaan we nou eerst eventjes aan werken. Eventjes die paarse even terugroepen. Anders laten we hem daar per ongeluk achter. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Ja, die bottlecap daarboven die kunnen we nog steeds niet pakken. Zonde, zonde, zonde. En normaal gesproken zou ik niet echt graag naar voren toe willen knippen of iets. Maar op dit moment is er helaas niks meer te doen. Ja, je kunt potions farmen, dat is het. Dus ik doe nog heel eventjes de potion glitch en daarna gaan we gewoon de dag denk ik maar afsluiten. Want ja, voor de rest kunnen we hier nog maar heel weinig doen. En ik weet het, het is jammer, maar ja, iets anders is er gewoon niet. Oké, nou, jullie kunnen heel eventjes terug naar basis. Hebben we hier nog al berry? Nee. Ja, die groeien dadelijk wel weer bij, daar niet van. Maar even kijken, dan hebben we er hier nog. We zitten hier op 58. Blijven jullie heel eventjes hier bij basis hangen. Dan ga ik met Louie alvast eventjes naar die potion toe. Zo dicht mogelijk. En misschien is de cheat... ja, de cheat of de glitch. Is misschien een beetje cheap, maar het zorgt ervoor dat we niet constant hoeven te farmen. Nou, als jij nou eens heel eventjes bijgroeit. Hallo. Dus eventjes bijgroeien. Ik wil nog even een extra potion maken, ja? Hallo. Bloem. Luister. We hebben de berries. Goed zo! Ik hoef er nog niet eens een heel verhaal neer te zetten. Wat lief. Oké, nou heel eventjes snel. Ik geloof dat we er nog maar 5 nodig hadden. En dan hebben we weer een potion erbij. Dat is alleen maar gunstig. Gaat lekker snel zo met een hele groep Pikmin. Oké, jullie pakken het allemaal automatisch. Goed zo. Nee, die is leeg. Die is leeg. Jullie hoeven daar niet naartoe te klimmen. Kom maar. Kom maar terug. Nou, hierboven er zit namelijk een electric gate. En ja, daar kunnen we dus helaas op het moment nog niks mee. Wat me eigenlijk brengt bij het volgende. Elektriciteit is dus een nieuw ding in Pikmin 2. Het nadeel wel van elektriciteit is... Elektriciteit is extreem dodelijk voor de Pikmin. Ik mis er één. Ik mis een Pikmin. Even wachten, waar zit die? Oh, die zit bij de andere kapitein. Oké, die zit hier ergens. Hallo? Ah, daar zit je. Oké, nou. Louie stond er al lekker dichtbij. Het lijkt wel op een paarse druppel nu. Nou, het is nog echt een rode hoor. Dus het is de zonlicht die verandert. Oké, nou, we duwen jou er heel eventjes in tot jij in de slurping animatie gaat. Zodat je het op aan het sneuven bent. En als we dat allebei doen, dan krijgen we er dus automatisch 2 potions voor. Geloof me, dit werkt alleen maar op het moment dat je het zo doet. Anders ben je een hele druppel kwijt van maar 1 potion. Wat eigenlijk ook de bedoeling was. Nou, we hebben alle Pikmin. We hebben genoeg potions. Dus om de dag gelijk te eindigen kun je er zeg maar gewoon op drukken op Go to Sunset. En zo eindig je de dag. Dus, niet echt een productieve dag moet ik heel eerlijk zeggen. We hebben maar 3 treasures gevonden. Maar ja, aan de andere kant, we hebben de nummers een beetje omhoog kunnen gooien. En we hebben de potions. Potions zijn heel erg belangrijk. Dat zullen we daar ook in de volgende aflevering wel merken. Want dan gaan we naar een nieuw gebied toe. En geloof me, dat nieuwe gebied is groot. Maar goed. Ik ben best wel tevreden over deze dag. Today's report. Bring it on. Geef het. Nou, we hebben niet zoveel geld, maar we zitten over de 30% heen. Dus dat is alleen maar gunstig. Yay! En geen Pikmin kwijt. Nou, dat is alleen maar gunstig. Dat zijn de dingen die willen we hebben. Holy more! Good works before. I hereby promote you to map. Perennial manager, press C to divide up work and minus to delegate more to your subordinate leader. Hope all goes smoothly. Ah, hij heeft pippiookjes. Kijk zijn pippiookjes. Ja, ik mocht toch wel een president zijn, maar ik heb ook pippiookjes. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Ik weet het, sorry. Maar goed. We hebben dus nu eigenlijk alles in de Awakening Wood gedaan wat we nu nog konden doen. Dus we hebben alleen maar eventjes een beetje de Pikmin even geïncreased en alles. Maar nou is ook de Perplexing Pool open dankzij de globe die we hebben gehaald. Die wil ik toch bewaren voor de volgende aflevering. Omdat er is daar een enorme hoeveelheid te doen. En dan wil ik proberen om dat toch in 1 dag voor elkaar te krijgen. Maar omdat het een beetje aan de korte kant is, wil ik, zoals jullie hebben al gezegd in de comments, toch heel eventjes naar de Piclopedia gaan. Piclopedia die geeft namelijk de benaming van alle vijanden die ik uit mijn hoofd helaas dus niet ken. Zoals bijvoorbeeld de Red Bulborb. De Red Bulborb. Het grappige is hier kun je dus zeg maar naar die vijand toe en dan kun je dus kijken hoe dat hun aanvalpatroon is. Kun je een paar wortels gooien en dan zie je dus hoe dat zijn aanval is. Dan kun je met alle vijanden eigenlijk een beetje zo doen. Hier hebben we de Dwarf Red Bulborb, Snow Bull Borb, Female Shear Grub hebben we hier. Ja, ik noem ze gewoon Flint Beetle. Iridescent, serieus Flint Beetle, gewoon veel. Fiery Blowhog hebben we hier, Male Shear Grubs, Cloaking Burrow Knit. Dus zo heten ze Burrow Knit. Oké, zal wel goed zijn. Raven's Whisker Pillar. Ja, dat zijn die berry-eters. Oftewel, die kunnen je geen Pikmin... zoals je al ziet bij Pikmin Lost, daar zie je dus alleen maar streepjes staan. En dat wil al zeggen dat ze dus totaal harmless zijn. Net zoals de Female Shear Grubs zijn totaal harmless. En hier kunnen we allemaal zien hoeveel Pikmin dat ze zeg maar kwijt zijn geraakt. Er zijn er 4 kwijtgeraakt aan dat soort vijand. En zo kunnen we dus alle vijanden zien. Hier hebben we de Honeywisp, die zijn ook altijd handig, omdat die kunnen van alles dragen. En hier hebben we dus ook de bazen, zoals Empress Ball Blacks, die we hebben gevonden. En dus de Burrowing Snaggards, die hebben we dus allemaal in de caves afgeslagen. Dus dat is hartstikke leuk om dat eigenlijk zo wel te zien. Als we dan de andere kant op kijken, richting de treasures, dan kunnen we dus zeg maar alle treasures zien op het moment die we al verzameld hebben. En heel veel vraagtekens er ook tussen zitten. Dit zijn alle treasures die we tot nu toe hebben verzameld. Er staat een leuke beschrijving bij, met Olimar's Journal en alles. Maar daar wil ik later nog een beetje mee spelen, dus daar is nou nog niet echt de tijd voor. Dus, maar goed, met dat gezegd te hebben, ik hoop jullie echt een hele fijne kerst toe. Of ik wens jullie een hele fijne, ik hoop jullie wel. Ik wens jullie een hele fijne kerst toe. Morgen zal er nog een aflevering komen van Terraria. Vrijdag en zaterdag komen er geen afleveringen in verband met kerst. En zondag moet ik heel even kijken of ik nog kan livestreamen. Of het wordt gewoon een aflevering. Ligt eraan hoe dat ik het plan. Volgende week daarentegen vanaf maandag krijgen we een hele week alleen maar Pikmin. Ik heb nog... de aflevering van Terraria voor morgen heb ik nog klaarstaan voor de kerstavond. Daar hebben we ook speciaal gefocust op kerstavond. En het nadeel is, nou ja, het is niet echt een nadeel, maar een van de spelers die is op kerstvakantie, dus die kon niet verder opnemen. Dus ja, Terraria zal dus nu heel eventjes stilstaan, waardoor dat we dus niks anders als Pikmin gaan krijgen. Maar Pikmin is ook een leuke game, dus ik heb er zeker zin in. Dat zal doorgaan tot en met donderdag. Donderdag zullen we dus ook gewoon nog een aflevering krijgen, ondanks dat het oudjaarsavond is. Vrijdag daarentegen, in het nieuwe jaar. Ik weet niet zeker of ik dan al een aflevering klaar heb of niet, dus dat is nog de vraag. Dat is eventjes over de toekomst van het kanaal. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne kerst toe. En ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij Terraria en bij de rest van Pikmin. Want in de volgende aflevering zie ik jullie bij de Perplexing Pool. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Heb je nog vragen? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video's. Vrolijk kerstfeest iedereen. Doei!